Mag ik jouw naam weten? Ja. En dat is? Elle Ringelberg. Kan je al enorm goed met die bal overweg? Heb je stiekem thuis al zo'n balletje? Ik heb dezelfde bal al. Heb je thuis dezelfde bal al? Ja. Oh, dat is voor jou een koud kunstje. Ja. En touwtjes springen, doe je dat ook al heel veel? Ja. Hoe vaak? 3 keer per week. 3 keer per week. Meisjes kunnen natuurlijk sowieso beter touwtjes springen dan jongens, hè? Ja. Ja, hè? Oké. Ga nog eens even die bal hoog houden. Probeer, hè? Daar komt hij nog weer een keer. Kijk eens even. Dit is ongelooflijk. Hop. Ongelooflijk. Mooi. Bedankt. Top. Oké, naast mij Bart van Rooyen van namens Vitesse. Je bent coördinator? Ja, coördinator van de onderbouw. Dus onze onder 9 tot onder 12. Dus je weet als geen ander hoe belangrijk dit is, wat we vandaag op DVS meemaken, voor de jeugd is. Ja, superbelangrijk. Kijk, we zijn allemaal jong begonnen met voetballen en daar ligt de basis. En als je de basis aanleert met goede spullen, dus een klein balletje, een touwtje, dan hou je het plezier bij die kinderen. Want iedereen kan touwtjes springen bijvoorbeeld, iedereen kan met een klein balletje wat doen. Ja, het stimuleert gewoon enorm en dat zien we bij ons, maar gelukkig ook bij deze mooie club als DVS. Ja, inderdaad, jaren geleden begon Johan Cruijff er al over. Natuurlijk een straatvoetballer puur sang. Ik zie hem nog zo dat balletje hoog houden, jij waarschijnlijk ook wel. Maar waarschijnlijk ook met een klein balletje begonnen en hij zei ook, ja, touwtjes springen, ongelooflijk belangrijk voor de coördinatie, hè? Ja, absoluut. Je ziet tegenwoordig steeds kinderen meer moeite hebben met bewegen en dat zien wij ook als BVO. Dus we vinden dit super belangrijk, want als je een betere beweger bent, een betere coördinatie hebt, uiteindelijk geeft je dat ook wel meer eigenschappen om een betere voetballer te kunnen worden. Ja, en nu natuurlijk aan alle leiders en de spelers zelf om het ook werkelijk in de praktijk toe te passen, zowel thuis als hier bij de trainingen. Dat vergt natuurlijk wel een zekere mate van discipline, hè? Ja, discipline niet alleen, maar je moet het ook als een spel zien. Want ja, iedereen wil graag ergens beter in worden. Dus als je er een spel voor van maakt en elkaar probeert uit te dagen, dan is het ook hartstikke leuk om te doen. Dit is ook weer een prachtig samenwerkingsverband tussen Vitesse en DVS 33. Hè? Absoluut. En wat ik geweldig vind, of wat wij als Vitesse geweldig vinden, is dat het niet alleen voor de onder 10-1 is, maar ook voor de lagere teams. Dus iedereen is gelijk en dat is super belangrijk. Heel, heel belangrijk, inderdaad. En Bart, ik wil je bedanken voor dit interview en de korte uitleg. Oké, graag gedaan. Oké. Hey. Top. Succes. Goed.